Guys, Job hier, aka de Tuber, met vandaag weer een nieuwe freaking video op jouw beeldscherm. Like binnen 5 seconden voor extra geluk in je leven. En abonneer binnen 10 seconden op mijn YouTube kanaal als jij niet een normale baas bent, maar een opperbaas, een baas der bazen. Vandaag een nieuwe aflevering van Microcubes, de Minecraft Survival serie waarin ik challenges moet voltooien om mijn border hier zo uit te breiden. Een onverwoestbare border op dit moment. En ja man, ik zie hier gelijk al een diamond die ik even mee wil nemen. Maar voordat ik dat kan gaan doen, zal ik toch eerst even moeten kaken in de furnaces. Want als het goed is zit daar namelijk nu wat iron in. Helemaal fantastisch, niet zo'n beetje ook. Daarmee gaan wij even onze full diamond gear afmaken. Wij fixen even een diamond pickaxe en wij fixen even een diamond sword. Daarvoor moet ik toch eerst even weer wat sticks fixen. En jongens en meisjes, vandaag hebben we weer nieuwe dingen te doen. We kunnen weer nieuwe eilandjes betreden. En dat gaan we dus ook zeker doen. Kijk hoe episch ik eruit zie met mijn swaggy outfit. Oké, laten wij even heel simpel beginnen. Ik hoop dat Keep Inventory aanstaat. Ik weet het niet zeker, want er was geloof ik iets in deze server of in deze map wat dat zeg maar tegenging. Hè? Dat je geen Keep Inventory kunt aanzetten. Wat inhoudt dat ik ongelooflijk voorzichtig moet gaan doen. Want als ik nu namelijk naar beneden val, zou dat dus betekenen dat ik alles kwijt ben. En dat gaat ja toch wel naar mijn mening het allemaal weer een beetje verpesten. Want ik ben nu wel heerlijk op dreef als je het mij vraagt. Nou, we're gonna take everything we see. Ik wil eigenlijk niet te lang praten deze aflevering en eigenlijk gelijk van start gaan. Want we kunnen nu namelijk naar veel meer eilandjes toe. Ik zie er bijvoorbeeld daar eentje die we kunnen betreden. Daar is er één. Ik zie er heel veel. Laten we beginnen met die. Want die ziet wel interessant uit. Laten we met die beginnen. Heb ik dingen die ik mee moet nemen? Laat ik alleen even de kool meenemen. It's pretty interesting. Laat ik ook even de workbench meenemen. Want het gaat gegarandeerd zometeen weer iets zijn. Oh nee, wacht even. Er was iets anders wat ik wou doen. Nee, wacht even. Er zijn namelijk challenges die ik moet voltooien, right? En in de vorige aflevering zei ik al tegen jullie van, jongens, ik zie emeralds. En dat was daar. Ja, dat was daar. En als ik 1 emerald meeneem, dan zorgt dat ervoor dat ik weer een nieuwe challenge heb voltooid. En dan gaat er weer 24 blokjes uitgebreid worden. Dus met andere woorden, dan zijn we echt heel lekker op dreef. Dan hebben we echt zoveel dingen te onderzoeken. Dat is werkelijk waar in freaking sane. Dus ja, dat gaan we deze aflevering fixen. Het is echt al de hele tijd een vlieg op mijn webcam. Hè? Ik weet niet wat het is. Het is echt een heel grappig verhaal. Tegelijkertijd ook heel erg raar misschien. Er zitten dus al dagen zitten er 2 vliegen. En het zijn letterlijk dezelfde 2. Want ik weet niet hoe ik dat weet. Maar ik voel een band met hun of zo. Die zitten op mijn webcam of bij mijn computer te chillen. Soms vliegt hij op deze kant van mijn arm. Sla ik hem weg en dan gaat hij naar mijn hand toe. Hij is gewoon niet eens bang voor me of zo. Terwijl ik weet, vliegen kunnen eigenlijk helemaal niet nadenken. Zijn hersenen zijn zo klein. They don't even know, hè. Maar alsnog, het is freaking weird. Oké, let op. Bam. Let's go. Weer 24 blokjes wordt hier uitgebreid. Hey, maar dit is wel sick, man. We hebben zoveel te onderzoeken op dit moment. En ik ga best wel dik, want ik heb echt... Ik ga niet eens praten, man. Ik heb zoveel shizzle al verzameld deze afleveringen. Is echt niet normaal. Dus ja, man. Like en abonneer if you want to see more from this series on my YouTube channel. Because you guys like it if I read the comment section down below. Very good English. Neem even serieus. Ik vind het leuk dat jullie blij zijn met deze serie op mijn kanaal. Ja, weet je wat het is? Ik zie het zelf niet echt als een serie. Ik zie het zelf meer als gewoon ik random upload ze nu en dan een aflevering ervan. Ik upload random. Ik random upload het niet echt Nederlands. Ik heb zoveel onzin bij me. Wacht even, grappies. Wacht even. Ik ga even wat dingen weggooien. Zo, allemaal niet nodig. Ook niet meer nodig. Oké, cool. Wacht even. I don't need the flower. Oké? I don't need the flower. Oké, kijk. Deze guy gaat nog wel. Ik kan nog wel eens irritant gaan doen. Lekker voor je, grap. Zit vast. Hoppen. Oh nee. Oké, ja. Die had ik niet voorzien. Ja, zie ik zat hem uit te dagen. Was niet slim. Een bot. Ja, weet je. Waarom ook niet? Die neem ik gewoon natuurlijk even lekker mee. Deze mag kapot van mij, want die zit hier in de weg. Een appel, ook lekker. Een stukje appel, jongens en meisjes. Ja, kijk, ik moet heel eerlijk toegeven. Ik leef de afgelopen tijd niet gezond. En ik ben daar niet trots op. Ik leef echt heel ongezond. Ik slaap op de meest random tijdstippen. Ik doe dutjes eigenlijk om mezelf in slaap te houden. Dat klinkt heel raar. Maar ik slaap zeg maar geen vaste periodes meer of zo. Dat is ook heel slecht. Ik weet dat ik ga dat proberen binnenkort ook echt weer zeg maar te veranderen. Maar wat ik zeg maar doe is ik slaap me bijvoorbeeld elke dag. Slaap ik gewoon 5 keer een uur. Of 5 keer een half uur. Of 4 keer 2 uur. Of nee, 4 keer 2 uur niet. Maar zeg maar ik slaap gewoon. Ik doe dutjes. Je weet toch? Niet van 10 minuten, maar van een half uur tot 3 kwartier. En dat doe ik dan 4-5 keer op een dag. En op die manier probeer ik dan de dag zeg maar door te komen. En zoveel mogelijk video's te kunnen maken en uploaden. En dat is een beetje mijn manier van werken op dit moment. En het werkt een soort van. Ik bedoel, er blijven video's online komen. Ik ben lekker bezig. We zijn lekker op dreef met mijn YouTube kanaal. Jongens, jullie blijven kijken. Dat is alleen maar tof. En als jullie op de achtergrond een super irritant geluid horen, dat is pijp. Ik neem deze video dus 8:15 in de ochtend op. Ik heb nog niet geslapen. En er is buiten een fucked up wagen. Weet ik veel. Niks te doen of zo. De hele dag alleen maar rondrijden in van dat soort troepwagens. Nee, maar ik bedoel, vandaar in ieder geval. Let's get it. We gaan hier even alles meenemen wat we eventueel nog kunnen gaan gebruiken.
Vooral de kool en de iron neem ik mee. Want de iron die kan ik natuurlijk weer omsmelten. En daar kan ik misschien weer handige dingen mee doen. Nee, in ieder geval, wat is nou de volgende challenge? Want we hebben nu namelijk een koolblok. We hebben een lapidazuli blok. We hebben een emerald gevonden. Dus moeten we een prismarine maken. Ik weet niet wat het is. We moeten een sticky piston maken. Daarvoor moeten we een slime killen. We moeten een enchanting table maken. Daarvoor hebben we nog ding nodig. Daarvoor hebben we nodig een boek. Twee boeken om precies te zijn. En hoe heet dat? Obsidian hebben we ook nog niet. Kunnen we fixen, geloof ik. Als ik een bucket met water kan krijgen. En dat kan. Dus dat kunnen we ook doen. Want er is ergens lava. Dus dat moet lukken. Alleen een boek hebben we nog niet dan. Tenminste, kan geloof ik ook. Want we hebben Sugar Gin. Dus op zich allemaal is dat mogelijk. En we moeten een Ultimate Golden Apple hebben. Daarvoor hebben we heel erg veel gold nodig. En daarvoor verzamel ik dus eigenlijk ook alle gold. Dus it's pretty interesting. Er is werk aan de winkel. Er is veel werk aan de winkel. Maar dat is, ja, dat is vrij logisch. Is dat als een tempel? Oh, er is daar een tempel. Kijk. Als jullie willen dat ik die tempel de volgende aflevering ga bezoeken, doe een like op deze video. Dat sowieso. Maar nee, op die manier dus. Er is werk aan de winkel. En veel ook. Maar even over die enchanting table. Ja, dat is te doen. Want ik heb namelijk leer. Ik weet alleen niet hoeveel. Heb ik leer weggegooid? Nee, ik ben de leer kwijt. Oké, dat is niet erg. Ik fix achter de schermen wel weer dat ik dat weer heb. En dan fixen we dat wel. En die sugarcane farm die kunnen we ook even ergens gaan maken. Dus dat is te doen. Maar we hebben nog zat te onderzoeken, jongens. We hebben nog zoveel te onderzoeken. That's not normal, you know. That's not normal. Oké, wacht even. Welk gedeelte zijn we nog niet geweest? Die daar. Daar zijn we nog niet geweest. Ik zie daar nog een emerald trouwens onder zitten. Wacht. Ja, weet je. Er is zoveel nog te onderzoeken. We laten het lekker voor wat het is. Tenzij we echt iets van diamond zien of zo. We weten nu in ieder geval dat daar nog oor zitten. Die kunnen we altijd nog verzamelen. Maar wat is hier? Wat is hier nog te vinden? Wacht even hoor. Ik vertrouw dit niet. Ik denk dat dit één huge ass spanner is gewoon. Ja, dat dacht ik al. Oké, wacht. Wacht even. Ga ik die... Ja, hoe ga ik die YOLO-modus hier in godsnaam gooien zonder dat het mijn leven gaat kosten? Wacht. Ik heb een plan. Ik heb echt een plan. Wacht, ga weg. Nee. Niet deze. Wacht, ik heb een plan. Let op. Is deze een motherfucker hier? Nee, kom op. Kom op. Ga even nou... Ja, kijk. Zo. En dan kan ik vanaf hier kan ik deze perfect kapot maken. Hoppakee. En deze mogen van mij exploderen. Dat is geen probleem, dat toch? Ja, nice. Explodeer maar. Hoppakee, dan kom ik in de building. In de building. Ben je serieus? Oh, waarschijnlijk was hier een kist en die is nu weg. Oh my god, wat stom. Ja, nee, oké. Okay, ja, ik dacht dat ik de tactiek had gevonden om zeg maar gewoon hè, hier binnen te dringen. En ervoor te zorgen dat niemand daar wat aan kan doen. Maar ja, dat is niet de beste tactiek zijn. Maar daar ben ik ook al geweest. Hier ben ik al geweest, daar ben ik al geweest, daar ben ik al geweest. Daar ben ik niet geweest. En daar nog niet. Maar we weten dus nu in ieder geval, als jullie willen, gaan we de volgende aflevering de tempel bezoeken, jongens. Hey, daar heb ik wel veel zin in, man. Ik ga niet voor jullie in die tempel. Hey, dat lijkt mij leuk. Kijk, hier is waarschijnlijk weer een mob spannen. Alleen deze keer ga ik voorzichtiger doen. Wacht, ik ga echt een bruggetje maken dat het niet weer gebeurt wat er net gebeurde. En dat is echt super irritant, gewoon. Kijk. Let op, deze die... Ja, oké, deze heb ik gewoon geklaard. Geen stress. Horse armor. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat handig is. Bone meal wel. Maar horse armor is een beetje een meh. Oké. Ja, een prismare moeten we dus maken. Ik ga even achter de schermen opzoeken wat dat is. Ik ga achter de schermen even fixen dat we de goederen hebben voor een enchanting table. Dat we die de volgende aflevering kunnen maken. Want anders moet ik dat allemaal onscreen. Dat is niet leuk om naar te kijken. Daar ben ik al geweest. Hier ben ik al geweest. Hier ben ik al geweest. Die aquarium kan ik deels in, maar niet helemaal. Ja. Die daar. Daar kan ik in. Geloof ik. Wacht even. Rustig. Huh. Ja, nice. Oké, we survived. Waar wil ik nou naartoe? Die tempel vind ik een leuk speciaal dingetje. Dus daar wil ik eigenlijk nog niet naartoe. Daar wil ik de volgende aflevering doen. Die daar wil ik hebben. Oké, let's go. Daar gaan we nu naartoe. Let's go. Nee, want die tempel, daar heb ik een goed gevoel over, jongens. Daar zit wat speciaals in. Ik bedoel, hè. Laten we eerlijk zijn. Daar moet wel wat speciaals in zitten. Misschien zitten daar wel de spullen in waarmee we een enchanting table kunnen maken. Ik bedoel, je weet het niet, toch? Ik bedoel, meestal is een tempel hetgene waar altijd iets geheims in zit. Iets speciaals. En daarom wil ik daar op een speciaal moment in gaan kijken. Ik ben zo bang dat ik hier naar beneden val. Zo'n woesjoen ben ik namelijk wel. Was dat deze waar ik wil kijken? Ja, hè? Oké, kom op. Als ik nu dood ga, word ik para. Dus ik ga hier even alles aan doen om hier niet dood te gaan. Zo. Hoppakee. Oké, nice. Let's go. Another mob spawner. Ja, another mob spawner. Nice, oké. Okay. Nice, kom op. Deze even doodmaken. Hoppakee, weg met jullie. Hoppakee, wat zit erin? Oeh, een protection 3 boek. Hé, dat is wel netjes. Ik ga niet voor jullie liggen. Dat kan ik eventueel goed gebruiken. Oké. Wat we alvast even gaan doen voor de volgende aflevering, dat lijkt mij een handig idee, is wij bouwen alvast hier naartoe. Oeh, ik wil er zo graag in, hè. Jullie weten nu hoe graag ik erin wil. Ik heb echt het idee dat daar iets is wat we nodig gaan hebben om zeg maar meer blokjes mee te kunnen uitbreiden. Want zijn er nog dingen binnen deze borden die we nog niet hebben gecheckt? Alles hebben we al gecheckt, hè? Ja, je ziet het. Overal zijn bruggen naartoe gebouwd en shizzle, de magnetzel, flizzle, rizzle. Kijk, we kunnen op zich alvast naar binnen, als we maar niet kijken, weet je. Dat is een beetje een ding. Ja, of we gaan wel kijken. Ik wil het eigenlijk al doen, hè. Maar ik weet dat het voor de volgende aflevering... Oh, kijk. Oh, dat is wel spannend. We gaan alvast inbreken. Ja. Oh my god. De spanning en sensatie is om te snijden. Ik ga de deur barricaderen. Let op.
Zo, ja, nu kunnen we nog niet naar binnen. Dan heb ik er voor mezelf in ieder geval voor gezorgd dat hij niet naar binnen kan. Ik ga wel even deze meenemen, dat vind ik wel gruwelijk. Kijk, kijk, let op, let op, let op, let op, let op, jongens en meisjes. Oh my god, it's your boy CreeperTuber. Nee, in ieder geval jongens en meisjes, dat doen we de volgende aflevering. En vast je boy, doe een like, bij heel veel likes ga ik de volgende aflevering deze onderzoeken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios.